De telefonische hulpdienst Sensor wordt veel gebeld over de aanslagen in Noorwegen. Mensen die bang zijn om hun kinderen op zomerkamp te sturen, kreeg je bijvoorbeeld. Goedenavond, dit is het nieuws van zondag, 24 juli. Tientallen Gelderse telefoontjes heeft de telefonische hulpdienst Sensor dit weekend gekregen over de bomaanslag en schietpartij in Noorwegen. De bellers zijn boos, zitten vol ongeloof, maar zijn ook bang. Ook bij ochtendaar Terje Oegema zit de schrik er goed in. Hij woont al jaren in Noorwegen en was vrijdag in Oslo, vlakbij de plek waar de bom afging. Nou, ik sta dus buiten de kathedraal van Oslo. Die is net geopend, dus het publiek die kunnen daar nu naar binnen om bloemen neer te leggen. Terje Oegema, geboren in Ochten, woont al sinds 1984 in Noorwegen. Hij stond op slechts 200 meter afstand toen de explosie in Oslo plaatsvond. We spreken hem via een videoverbinding. Ik was vrijdag op het werk, op het kantoor. En ik had toevallig mijn dochter bij me. En op een gegeven moment voelden we een knal. En twee seconden later, eerst een schok en twee seconden later een hele grote knal. En we dachten eerst dat het in ons gebouw, dat een hele verdieping of zo weggevallen was. Noorwegen was diep geschokt. Helemaal toen duidelijk werd dat op het Noorse eiland Utøya meer dan 80 jongeren waren doodgeschoten. Ik ben dus ook in mijn jeugdtijd op dat eiland geweest, op datzelfde kamp. Dus ik weet ook hoe het daar is. En ik kan me maar gewoon indenken hoe dat het voor die mensen geweest zijn. Maar niet alleen de Nooren zijn uit het veld geslagen. Ook in Nederland reageren mensen angstig en boos op de aanslagen. Bij de telefonische hulpdienst Sensor kwamen er de afgelopen dagen alleen al uit Gelderland tientallen telefoontjes binnen van mensen die hun hart wilden luchten. Hallo. U wilt nog een gesprek? Toch veel angstgevoelens. En ook veel oud zeer van mensen die in vorige zulke verschrikkelijke gebeurtenissen mensen hebben verloren. En dan komt dat verdriet weer boven. En ook de onmacht eigenlijk. En ook vragen, hoe veilig zijn we nog, hè? Als één zo'n persoon of meerdere persoon zulke verschrikkelijke dingen doen. Sensor heeft extra vrijwilligers ingezet en is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0900 0767. Een tour om snel te vergeten, maar...